Tijd verliezen gaat vliegend vlug. Vergeten wil ik niet, dus vecht ik terug. Herinneringen gaan niet meer stuk. Ik blijf onthouden. De tijd verliezen gaat vliegend vlug. Vergeten wil ik niet, dus vecht ik terug. Herinneringen gaan niet meer stuk. In de serie Krasse Verhalen zijn we vandaag op bezoek bij Hanna Bos in Oosterhesselen. Mevrouw Bos, kunt u iets vertellen over uw jeugd? Dat is al heel lang geleden natuurlijk. Toen wij nog niet zoveel dansen en zo hadden. Als je dan waren niet meer op straat. Ja, wat deed dat? Weet ik dan ook al niet meer. Maar. En we hadden heel veel van de clubs altijd nog, van de VCJC. Daar hadden we wel heel veel al niet meer van doen. Vrijzinnig Christelijke Jeugdcentrale was daar. Daar hebben we heel veel tijd aan besteed. En dat was altijd heel gezellig. Hij ook sprekers. Ook wel Drentse sprekers en zo. Ja, dat was altijd mooi. En toen jullie echt klein waren, wat voor spelletjes speelden jullie? Ja, toen nog in school gewoon. Ja, veel knikken. En dan bokspringen. Hou ook nog wel. Zulke wat dingen allemaal. Ja. Ja, het was gezellig. En waar ging u later op school? Nou, ja, ik ben eigenlijk nooit verder gekomen als de huishoudschool. En daar ben ik ook al heel lang gauw weer afgegaan. Mijn moeder was al iets ziek. En toen moest er hulp in huis wezen. En toen moest Hanna van school af. En toen ben ik in huis blijven te werken. Ik ben nog wel een jaar weer ingegaan. Ben ik ook nog slaag, maar dat is niks meer. En zo ben ik al in huis, vroeg in huis bleef te werken en zo. Dat was toen niet eerder. Moet je nou eens aan komen. Nou ja, ik ben er wel komen door niet van, maar... Ja, vertel eens, wat heeft u later in uw leven gedaan? Nou, eigenlijk niks. Nee, dat is te veel, zeg maar. Toen kreeg we nog een gauw keer verkering en... Ja, hoe lang een verkering had, dat weet ik ook zo niet meer, maar toen ben ik weer trouwd en toen ben ik in de bakkerij en in de winkel terechtgekomen. En verder heb ik niet veel beleefd eigenlijk. Maar u zegt, ik heb niks beleefd, maar u werkte toen in de winkel, dat is wat nu de supermarkt is in Oosterhesselen. Ja, ja. Maar dat is toch best wel een zwaar leven, lijkt mij. Ja. Hard werk. Ja, dat was, ja, zwaar. Je hebt wel al die druk, maar... Ik zat er niet meer. Ik heb daar met al plezier gedaan en ja, ook lange dagen eigenlijk wel. Maar het was niet dat ik door nog meer zat of zo. Want ik weet nog wel, toen een van de kinderen er was, dan gingen we zondagsmiddags een uur of drie gingen we met de kinderen gaan kuien. En dat was het enige tot aan zondagavond dat je dan vrij was. Anders had je niet veel vrij toen in die tijd. Dit was de eerste maal, dit was de eerste alleen. Ja. En dit was de winkel en dat was onze kamer. Dus kun je nagaan hoe klein dat maar was. En toen later hebben we dit stuk erbij gekocht. En toen later hebben we ook dat er nog weer bij gekocht. En nu is dit allemaal van ons dan, of van hun dus nou daar. En toen hij als de vracht kwam. Stonden die, dat was allemaal toen nog in boven, dan kwam de scheuren maar uit het centra. En dan stonden die op de trap in boom en dan moest je dat spul allemaal stuk voor stuk in boom gooien. Ja. Dat was opslag? Ja, dat was opslag. Ja, flessen en zo al op het deel. Maar, en de boten die stonden in de kelder. En de rest moest allemaal in boom gebracht worden. Ja, ja. Dat gebeurde gewoon. U bent even wezen kijken toen de supermarkt verbouwd werd, tot wat die nu is. Ja. En toen zat er een speciaal raampje ergens? Ja, ja, ja. Dat zat in de muur tussen de winkel en de kamer. En daar zat
Ja, zo'n hoekje zat er in de muur en er zat een raampje of zo in. Maar als er iets in vuisten, en die keek ook zo, het was net uit elkaar aankeken, maar die zagen ons niet. Maar als we in de kamer naar de winkel in keken, dan zagen we het volk wel allemaal lopen. Ja, dat was toen wat geheimzinnig, maar daar wist nader toen niks van dat er was. Dat was gewoon, dat je even naar de winkel in keken kunnen, verder niet. Ja. Dat toen ben je ook al overal op verdacht werden, zeg maar. Dat was toen ook al? Ja, wat. Ja, was toch meer nog. Dat er werd kinderen dubbel in de kassa huilen, want geld uit gewoon dubbel is of stuven, dat was toen al een hele beurt, ja. Kunt u ook eens vertellen hoe u uw man heeft leren kennen? Ja, nou ja, hij woonde hier ook in het dorp, dus we kennen elkaar wel, maar niet dat je nog dacht van. Nou, dat moet hem straks weer nog zo. Helemaal niet, nee. Maar toen er dan vroeg of mee in huis brengen, want ik denk, nou dat hoeft niet, want. Ik vind het zelf wel waar, maar toen is het wel metlopen. Ja, zo is het wel verder gegroeid eigenlijk. Ja. En was dat wel een leuke maal? Ja, dat viel wel mee. Ja, anders was het niet aanbleem. Ja, dan was het wel met uitscheid. Nee, we hebben goed uit met beiden. Echt waar, ja. Ondertussen kreeg je ook kinderen? Ja, daar kwam er ook wat tussendoor. Ja. Maar opa en oma waren ook nog bij ons en ons en die passen wel veel op natuurlijk. Ik verzorgde ze wel met allerlei dingen, maar als ze dan op bed in lagen of nog in de kinderwagen en ze schreeuwen werd, ja, dan zien ze er wel in moet natuurlijk. Ja. Ja. En toen had je ook nog, we zaten nog één keer op middag bij tafel, moesten we nog eten. En toen was tussen de middag ook nog dicht. En toen ging de bel. Ik zei, oh, gooi de bel die giet. We zijn nog in de winkel. En ik ga de winkel in. En toen liep, we zijn Rolf niet van de kinderen, die liep net de deur uit. En ik kwam er van de andere kant tegen. Ik zei, nou, wat is er? Ik kom je uit de winkel. Ach ja. Die had toen nog een dubbel in de bus. Ja. Nou, dan moest ze direct straffen, maar dan doet ze later zo weer, ja. Ik weet niet meer hoe de andere smiddag direct naar school in huis komt, dat weet ik nog wel. Wat is er meer veranderd in de loop van de tijd waarvan u zegt van, nou, dat is toch wel heel snel gegaan, heel bijzonder? Nou, dat vind ik alles wel veel in de winkel en zo. Ja, misschien verder ook wel, maar ja, in de winkel is toch allemaal wel heel, heel erg veranderd in die tijd. Ook met inpakken en alles en ja. Het maakt dan heel veel verschil. Ik zal het zoals niet weten hoe dat zeggen moet, maar. Ja, maar als je vroeger bijvoorbeeld aardappelen kocht, zat dat in een zak verpakt? Ja. Hebben we wel aardappelen te koop. Iedereen had die denk ook zelf nog wel een tuin. Maar zo hebben we jaren ook nog maar zo'n stelling in de winkel. Daar zat de vermicelli nog los in, de broene bonnen nog, de kapucijnen nog, suiker. Maar we moesten nog geregeld en zak suiker afwegen. Dat was toen ook nog niet verpakt. En cookies had je allemaal in losse trommels. Die kwamen dan zelfs nog wel uit de boerderij. Die cookies, oh, de boerderij, uit de bakkerij. Die bakken ze zelf nog wel. En gevulde koeken en al zo'n spul. Waar. Ja, ach, en dan had je een stammer die dus een 6 potjes sham. Een paar pakjes vermicelli of soep en zo. Ja, dat is niet te vergelijken meer tegen nou, wat nou is. En dan had je altijd nog een potje op de turnbank staan. Kreeg een kinder dan een snoepje meer als ze weer in huis gingen. Maar dat moest er ook wel bij. Ja. Ja. Hadden jullie vroeger ook televisie thuis? Nou. Nou, ik zou niet weten of WBO's nog in de televisie hebt. Bij Bos waren heel wat televisie toen. Want we woonden ook nog wel elk apart en als dan de televisie zat bij opa en oma, dan gingen we daar nog eens even met televisie kijken. Maar toen had je dat verder nog niet. Nou, ik geloof nooit dat bij ons in ons eerder dat we televisie hebben. Gelukkig niet. Wat was er vroeger op tv te zien?
Ja, mooiere stukken als nou, vind ik. Ja, ook meer toneelstukken, want ik vind er nog niet zo heel veel meer aan. Sorry dat ik zeg, maar ik vind echt die toneelstukken van eerder. Gewone toneelstukken vind ik al die hartstikke mooi. Och ja, dan hij, nou ja, André van Deun is er nog, maar hij is zo veel van die. Dat wat ik wel heel mooi vind eigenlijk. Ja. Ik wou ook nog vragen, hadden jullie vroeger een auto? Nou, op de boerderij niet. Nee. Mijn zuster, Scheesje, die was 3 jaar jonger dan ik. En die wou graag een riepenwis hebben. Ja, hoi, hoi, hoi. En dat mocht toen van papa. En toen heeft hij een riepenwis gehaald. En toen begonnen mijn papa ook nog over een auto. Ik dacht, gooi. En hoe Scheesje dan een riepenwis heeft en ik en niet. En mijn papa wordt een auto. Ik was niet zo'n ridder. Maar toen moest ik dan toch ook nog met riepenwis halen. En toen heb ik wel een auto, heb het wel gehaald. En papa een auto kocht. En zodoende ben ik met een auto gaan komen. Maar ik was er zelf niet zo. Nee, ik ben niet zo'n ridder. Ik ga er liever bij inzitten. Ja. Maar hadden jullie vroeger op de zaak ook een auto voor de bestelling? Ja, ja, ja. Dat hadden we al toen. Ja, dat moest toen ook, ja. Maar ja, in het begin deed het opa tijd nog wel. Aan de fiets, karbies aan de fiets met alle bestellingen. Ze gingen dan rond met een boek in en dan werd opgeschreven of ze aan een boek in klaar. Mijn moeder schreef al hierop: 1 koek en dan kun erachter en jus. En dat betekende, of jij staat, koek, een koek en koeken en koekjus. Dat was één schrijverij. Nou ja, dat hul opa dan op, die ging met hulde boekjes op en dan maakten we de boekjes klaar in de winkel en in de bakkerij en dan brachten ze die weer rond. En dan, ja, wat werk allemaal, maar dat was gewoon niet anders dan. Mist je de gezelligheid van de winkel nog wel eens? Oh ja, nou niet meer hè. Maar in het begin toen we de weg gaan ben en we waren toen in Langbouwzaal een nieuwe woning gekocht. Dat vond ik verschrikkelijk. Zaten je daarin, nou ja, alles weer toen veranderd, was mooi en huurder. Kunnen ook niet alleen de poetsen. Dat heb ik heel moeilijk met haar. Je miste echt de klantenbal en zo. Mm-hmm. Ik vind dat hartstikke raar, dat weet ik wel. En er was nog een keer, toen was het Sinterklaas. Ik denk, oh. Anders had hij zo druk met allerlei dingen. Ik weet nog dat ik aan de straat in Veging was. Ik wist verder niet wat ik doen moest. Wat kunt u zich herinneren van grote dingen die er in de geschiedenis zijn gebeurd? Of van je dacht van, oh, hoe zou dat aflopen? Of hoe kon dat gebeuren? Ja. Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. Ja, och, ik ben van 39. Daar heb ik eigenlijk niet zo heel veel van metgekregen nog. Maar de dood van John F. Kennedy bijvoorbeeld. Weet u dat nog? Ja, die is toen doorschoten, ja. Nee, maar dat is niet wat ik toen direct met zat. Nee. Dat is niet een van die dingen, nee. Zoals ze dat nu wel eens zeggen van, oh, ik wist nog precies waar ik was. Nee. Wat heeft u voor hobby's? Nou, ik mag graag lezen. Ja, eigenlijk ook wel graag in de tuin, maar ja, dat wil mijn lichaam niet zo goed meer. Hm. En puzzelen, dat mag ik ook wel graag doen. Nou ja, wie hebt hier dan nog gymnastiek? En dan heb je een dag of een middag spelletjes, bingo. Nou, er is nog schoen. Hier is in Edgaard ook nog wat te doen. Straks ook nog wat. Een paar dames te zingen van Koevan, geloof ik. En zo, ach ja, zo is het. En ik, nou ja, ik loop nog wel vaak in het park rond. Daar tref ik ook altijd wel wat. Daar, ja. Je vindt het toch altijd nog wel leuk om iemand te ontmoeten en dan nog even een praatje ja, te zeker. Houden? Ja, zeker. Dat zit er helemaal in, of niet? Wat laatst toen moest ik naar Jan Roelof toe. En toen kwam ik hier een paar dagen, een man en vrouw tegen. En toen had ik al heel lang bij staan. En toen eentje verder wil mannen gaan met anders nog iemand. Ja, en hoe later nog weer. Nou, ik heb er een uur aan de weg geweest. Nou, en toen was die dag, die mama komt niet meer, want dat wordt niet meer waar. Kijk, ik heb wel veel brood aan de weg.
mag ik wel graag doen. Ja, ja. En ik vind het zo mooi dat je zo in mijn kennen lopen kunt. Dat, ja. Ja, nou, wie zegt ook wij de dag. Het is niet dat ik me nou vaak verveel of zo. Nee, dat niet. Je hebt daar wat mee zo. Ik zeg, je hebt daar wel goed haar als de goede baan komt. Ja, vind u dat hij een goed leven heeft gehad? Ja. Ja, vind ik wel. Niet veel trammelaar of zo haar eigenlijk. Nee. Nee. Tijd verliezen gaat vliegend vlug. Vergeten wil ik niet, dus vecht ik.